Eimond Nieuws besteedt altijd aandacht aan bijzondere initiatieven. En we zijn hier op de Binnenmeerschool in Uitgeest. De Binnenmeerschooltuinen. Tom Verveer, dat is al een heel begrip geworden, hè? Inmiddels wel een beetje. Het wordt steeds breder eigenlijk. De naam schooltuin is wel bekend in Uitgeest inmiddels, ja. Maar hoe zijn jullie op het idee gekomen om met deze tuinen met en voor kinderen te beginnen? Het idee komt van onze vorige directeur. Hier de Binnenmeer, Hans Groot. En ik heb de invulling aangegeven. Ik heb mijn vinger opgestoken van nou, ik heb wel een idee hoe we dat kunnen doen. En dat is nu het achtste seizoen en het loopt nog steeds als een trein. En waarom is het zo begonnen? Het is, waarom? Het is gewoon een aanvulling op wat die kinderen binnenleren. En ze ook naar mee naar buiten te trekken. De natuur, want dat hebben we hier natuurlijk ook. Dat proberen we hier te creëren. En ja, voedsel verbouwen, een groentetuintje. Dat is toch even met je vingers in de grond. En dat is toch een andere beleving dan voor die kinderen. En is ieder kind eigenlijk altijd zo enthousiast zoals jij bent? Nee, echt niet. Nee. Het ergste vinden ze wieden. En dat hoort er gewoon bij. Het is wel zo dat je een verschuiving ziet in het loop van het jaar. Ze beginnen allemaal een beetje morrend en er zijn een aantal heel enthousiast. En eigenlijk aan het eind van het jaar zijn ze allemaal enthousiast. En dat is eigenlijk het doel, hè? Het is het absolute doel, ja. En een beetje bewustwording, waar komt eten vandaan, hoe groeit witlof? Ik heb het zo gek niet verzinnen of het komt wel voorbij hier eigenlijk. En wat vind je zo leuk om hier in die tuin te werken? Dat je dingen kan planten en dingen kan plukken. En wat is jouw lievelingsgroente of bloem? Ik heb er heel veel. Heel veel? Je hebt er niet, je houdt van alle natuur? Ja, wel een beetje. En hoe zet je de kinderen aan het werk? Ieder zijn aparte taak, hoe begin je? We hebben hier dit jaar dan 9 kleine tuintjes. En op elk tuintje werken 3 kinderen. En we leggen uit hoe je moet zaaien, hoe zaadjes eruit zien, hoe dicht dat je op elkaar moet zaaien. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. En het allereerste begin is eigenlijk de eerste vrijdag in het nieuwe jaar. Daar hebben wij dan een soort presentatie binnen, een PowerPoint gebeuren met allemaal foto's in het verleden wat we allemaal gedaan hebben. En dat we een beetje met de introductie beginnen. Dat ze eerst even kijken wat het is en daarna gaan we later de schooltuin in. Nou Fien, jij bent ook heel hard aan het werk. Ja. En wat vind je ervan? Ik vind het echt heel leuk. Kijk je ernaar uit als het weer vrijdag is en je mag hier in de tuin werken? Ja. Ja? Jij ook wel mee? Jazeker. Waarom dan? Nou, het is gewoon heel erg leuk. Het is leuker als in de klas en achter hun bureau te zitten en telkens te werken. Want nu beweeg je ook en doe je ook wat met de natuur. Ja, dat is ook zo. We verkopen heel veel en met die opbrengsten kopen we nieuwe zaden en tonkje en stokken voor volgend jaar. Voor de schooltuin. En het is, een deel wordt ook zelf genuttigd. Zoals de pompoensoep en jam die we elk jaar maken vlak voor de herfstvakantie. Nou Ella, dat ziet er zwaar uit. Is het ook zo zwaar? Deze niet, maar zijn wel hele grote en die zijn wel heel zwaar. Het is wel hard werken zo, hè? Ja, klopt. Hoe vind je het zo om hier in deze tuinen van de Binnenmeer te werken? Ik vind het heel leuk, ja. Waarom? Ja, je kan heel veel oogsten, heel veel wortelen kan je ook. Met schep moet je, ja, het is gewoon heel leuk, ja. Je krijgt er ook heel veel verstand van, hè, Ella? Ja, klopt. Ja, bijvoorbeeld in de natuur zijn heel veel leeg flesjes en die gaan allemaal het water in en hier doen we dat zeg maar niet. Hier gaan we wel eens oogsten en dat soort dingen. Kelly en Tom, dit valt allemaal niet mee. Ik dacht dat je op school alleen maar rekenen en taal kon doen, maar dat is hier anders. Ja. Wat vind je ervan? Heel leuk. Ja. Leuk, ja. En waarom dat zware werk, vind je dat zo leuk dan? Nou, het is niet. Soms is het wel een beetje heel zwaar, maar meestal is het wel gewoon leuk. Maar dat heb je er wel voor over? Ja. Lekker in de natuur en niet achter een bureau. Nee. Ik tuin, om het zo maar te zeggen, al heel wat jaren. En dit is de ultieme eigenlijk. Dit is nog leuker dan jij moestuin.